gaan is het Brandvisser. Maar het is Potsen die daar een hele goede start had. En we gaan kijken hoe zich dat komt. En Potsen die gaat er gelijk vandoor. De WT-klasse, 8 rijders zoals ik al zei in de baan. En we moeten eens even kijken waar meneer Van Dellen zich ophoudt. Want die hoort toch ook aardig aan de voorkant te zitten. Maar we kijken hier de eerste door. Kom. De Vries zien we daar ook nog tussen zitten. En zoals ik zei, de Visser daar aan de achterkant van de wiel. Dan Van Dellen die daar de kop heeft en die gaat daar even iets langzamer. Misschien niet van Schakel die zich en de rest die sluit eraan. We krijgen daar een groepje van 3 die wat dichter op elkaar gaat komen. We kijken of Van Dellen uit het allemaal vast kan houden. En dan komt hij al met de Hanekamp. Van Dellen, ja, Hanekamp, daar gaat hij weer vandaan. Van Dellen. Op de vierde plaats inmiddels aangekomen. Terwijl Jeroen Allerstek in de laatste plaats in handen heeft. En hij gaat weg hoor. Het is Stef van der Wiel met de Hanekamp die daar de eerste plaats overgenomen heeft door van Pieter van Dellen. En die nu ook weer uit moet kijken, want ze zitten weer goed op elkaar in gevecht om die tweede plaats. Haar kop, duidelijk, Stef van der Wiel. En dan. En Jeroen Alles heeft inmiddels de rode lantaarn in deze klasse. We zijn inmiddels in de laatste ronde aangekomen. En het is nog steeds Van der Wiel hoor. Van der Wiel uit Vledderveen. Die denkt ik moet zien dat ik wegblijf uit handen van de heren. En dat doet hij heel goed. Gert-Jan Potsen op die tweede plaats. Hier is hij. Van der Wiel. Dat is Gert-Jan Potsen. Dat zijn de eerste twee en er vlakbij zit nog iemand achter. Het is volgens mij nog steeds Potsen op kop. Nee, Stef van der Wiel. Stef van der Wiel zie ik daar. Of is het Potsen? Ik hou het even, kan het niet meer goed zien. En dat wordt ook steeds moeilijker met deze heren. Ze worden steeds smeriger. We gaan kijken bij de eerste doorkomst. Ja, de tweede net dan. Op een vijfde plaats helemaal achteraan is het de 2 van Bram Visser. Maar aan de voorkant is Gert-Jan Potsen, dan Pieter van Dellen en Stef van der Wiel in gevecht om die tweede plaats. En dan is het Van Dellen die wat afstand gaat nemen van Stef van der Wiel. Want hij kwam iets aan de verkeerde kant, zullen we maar zeggen, dan Stef van der Wiel. Maar aan de kop is het nog steeds de tweede, dat Gert-Jan Potsen. Hier gaat hij over. En dan Van der Wiel. Van der Wiel doet er alles aan om dit gemeente te gaan. En dan op de weg om die veren te houden. Want Jeroen Allers is nu op de vierde plaats. Gaat daar boven de bovenste lijnpartie, zodat hij minder in het water rijdt. En dat kan hem toch goed gaan. Terwijl aan de overkant is hier een aanval. Aanval van Stef van der Wiel op Pieter van Dellen. Kan hem dat de eerste tweede plaats kosten? Of gaan we nog een mooie gevecht krijgen om die tweede plaats wel op de voorkant? Of dit krijgt Jan Potsen. En dan van der Wiel. Van der Wiel en van Dellen. En dan op de weg op die vierde plaats. We zijn er nog steeds niet uit. Door Jeffrey Smit op die tweede plaats die we een lagere lijn zoekt. En dan kunnen we kijken of dat zich betaald zet. Is het Jeffrey Smit die toch doordrukt? Jeffrey Smit, ja. Hij pakt daar de vierde plaats voorlopig. Maar we hebben nog een bocht te gaan, want dan gaat iemand helemaal naar buiten. Terwijl we hier de finish hebben volgens mij. Ja hoor. En dat is een overwinning voor Gert-Jan Potsen. En dan een mooie tweede plaats. Recht op de wiel. Een derde plaats. Van Dellen. En dan wie wordt er uiteindelijk de vierde plaats? Ja, de vierde. Potsen en de Vries. Die hebben een geweldige start. Maar het is de Vries die om en door gaat. De Vries die om en door gaat. En Potsen zit daar boven. En Van Dellen zit daar ook nog bij. En als je daar iets te ver uit komt, dan ga je gewoon naar beneden. Dan gaat de snelheid naar beneden. Het is daar erg nat. Dus we gaan kijken wie is daar op kop. Is het de 19 van Jeffrey Smit? Volgens mij wel. Ja hoor, Jeffrey Smit op kop. Jeffrey pakt de kop. Die zit daar achter.
Sterk van de wiel op een vierde positie. Helemaal achteraan is het Bram Visser met de nummer 2. En we gaan kijken daar, want we gaan natuurlijk wel een hele andere veranderen, want het zal niet zo blijven met Eren. Nog steeds op de eerste plaats Jeffrey Smit met het nummer 19 en dat op een tweetakt, hè, tussen dit viertakt geweld in de VT-klasse. Pieter van Bellen nog steeds op die tweede plaats en dat is Van der Leeuw. Van der Leeuw. En dan gaat hij hoor, met de Harekam, hij gaat het proberen. Van der Wiel zet de aanval in en het lukt. Van der Wiel, voorbij dan Pieter van Bellen. Van der Wiel, daar gaat hij, daar gaat hij. Hij gaat kijken bij Jeffrey Smit. Van der Wiel en Van Bellen en Smit, dat zijn ze. Zij gaan het krijgen op de eerste, maar dan gaat hij er onderdoor. Van der Wiel, Van der Wiel duikt naar de eerste plaats ten koste van Jeffrey Smit. Van der Wiel, en dat is het. En Van Bellen probeert aan te sluiten. Van Bellen kan wel aansluiten. Die zijn in de laatste ronde, maar is nog steeds Smit op die tweede plaats. Van Bellen op de derde plaats. Van der Wiel uit Lennerveen op de eerste plaats. En Smit houdt het nog goed vast hoor. Smit netjes op die tweede plaats. Van Bellen, hij zal zijn laatste aanval nu gaan doen. Hij zal het moeten als hij die tweede plaats wil afpakken van Jeffrey Smit. Wel aan de voorkant van Bellen de winst voor de winst gaat. Gaat hij door? Ja hoor, Van Bellen. En dan is het 6-6-6.